Deze talk is onderdeel van een serie talks, wat het museum eigenlijk, naar ik begrepen heb, ook voor het eerst doet. Vond het belangrijk om over deze tentoonstelling uit te wisselen. We hebben vanavond bedacht dat we het willen hebben, niet zozeer heel erg over die tentoonstelling, wel een klein beetje natuurlijk, maar we willen de tentoonstelling vooral natuurlijk plaatsen in een groter maatschappelijk debat, wat nu eigenlijk plaatsvindt in Nederland. Sommige mensen hebben het over een beeldenstorm, anderen hebben het over welkom, kom erbij. Over een tweede golf van antiracisme. Het wordt op verschillende manieren geduid. Het is in ieder geval niet saai. Dat kunnen we zeker stellen. En heel veel mensen hebben er meningen over. Er wordt ook heel veel over georganiseerd. Vaak in Amsterdam, en ik denk dat het juist zo goed is, en Marco knikt, dat we die gesprekken ook hier, juist hier in Den Haag, centrum van de politieke macht, hè, we kunnen er op uitkijken als we hier uit het raam zouden kijken, is het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Cupido en Sidelon, de twee zwarte jonge bedienden om wie het gaat in de tentoonstelling, die aan het Haagse Hof bedienden waren, en volgens mij respectievelijk 7 en 9 waren in ieder geval heel jong toen ze hier aan het hof kwamen. Het is een fascinerend verhaal. Maar het is natuurlijk ook een verhaal, heel simpelweg, wat gekoppeld is aan de Nederlandse geschiedenis van slavernij. Want beide jongens waren in slavernij, kwamen naar Nederland en vervolgens waren ze hier bedienden. Dan zou je kunnen zeggen, ze waren vrij. Waarschijnlijk zou je dat formeel gezien ook zou kunnen zien. Hoe dat in praktijk werkte, kun je het over hebben. Was wel zo dat de jongens geld verdienden en zelfs pensioen opbouwden. Nou, dat zijn de feiten over Cupido en Sidelon. Maar we gaan het natuurlijk vooral ook hebben over dat bredere maatschappelijke vlak. En ik ga dat doen met drie sprekers. Direct naast mij zit Antoine Deul. Was eerst voorzitter en sinds vorig jaar of dit jaar directeur van het Nationaal Instituut voor Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Welkom Antoine. Gesitueerd in Amsterdam, maar het NINSEE is een landelijk instituut. Hè? Ja, zeker. Dus dat is ook belangrijk. En pak gewoon zometeen de microfoon erbij. Hè? Daast hem zit professor dr. Gloria Wekker, hoogleraar sociale en culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht tot een aantal jaar geleden, nu met emeritaat. Hoogleraar gender studies. Oh, is dat weer? Gender studies, nog beter. Hey, dat is voor het eerst dat ik dat fout doe. Interessant, zeg. Ja. Ze is bekend, we kennen elkaar al een tijdje. Ze is bekend nu om vooral haar werk over racisme in Nederland. Maar in feite is haar terrein veel groter. En daar gaan we het straks ook uitgebreid ook over hebben. En natuurlijk last but not least de directeur van dit museum, Mark van Balen. En ik ga even introducerend voor u aan alle sprekers even wat korte vraagspelling. Ik begin bij de gastheer Marco. Al een tijd werkzaam in de erfgoedsector. En je hebt onder andere, je hebt ook in Amsterdam gewerkt, ja. Dus je kent de Amsterdamse mores. En onder andere bij het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum ook, als ik het goed begrijp. Ja, op een ander niveau, maar dan was dat ik. Maakt was dat maakt niet uit, je was daar. Ja, ja, en nu ben je hier. En nu ben je baas. Baas. Toch? Ik speel de baas, maar ik ben het niet. Precies. Je bent kortom al jaren werkzaam in die erfgoedsector. Hè? En jij was een van die mensen die het ook heel belangrijk vond om het juist vanavond hierover te hebben. Wat zie jij nou in die sector gebeuren als we het hebben over onze geschiedenis en aspecten van kolonialisme, slavernij, ras, waar deze tentoonstelling natuurlijk naar verwijst? Ja, veel. Dat is geen vraag die een kort antwoord zal behoeven. Maar om eerste te kijken naar mezelf, gaan we straks natuurlijk uitgebreider over. Hè? Ik heb dus bij een aantal andere musea ook binnen mogen rondlopen en mee mogen werken, vooral op educatievlak. En ik heb
eind jaren 90, begin 20e eeuw, 21e eeuw in het Rijksmuseum ook meegedacht zelfs aan de herinrichting. Mm-hmm. Wel als een soort assistent. En wat ik dus zie als ik het vergelijk met waar we nu staan, althans we in de zin de discussie en ook in de erfgoedsector, van ja, hoe gaan we om met ons verleden, dan is er wel een hoop gebeurd. Ja. Ik kan bijvoorbeeld om een context te geven, ik weet dat bijvoorbeeld toen een discussie heel erg gaande was bij de historische afdeling, mm-hmm, over daar had je natuurlijk die bekende zalen met al die objecten die verwijzen naar zeehelden, en die heette ook de zalen, die werden ook gewoon de zeeheldenzalen genoemd. Ja. En toen was er intern een discussie van, dat is toch die lading, dat is zo'n beladen term. En toen is er uit van gemaakt, Macht op Zee heette die zalen toen opeens. Okay. Dus dat was een eerste verschuiving, zo, dat was rond 2000. Dat was voor de sluiting en de totale herinrichting. Om aan te geven, nu zijn we 17 jaar verder. Nu gaat het in heel veel musea over een hele andere insteek. Maar daar begon eigenlijk al iets te schuiven wat intern ook wel aanleiding was tot discussie. Want sommige mensen vonden ook gewoon van, ja, zeehelden, dat, zo noemen we ze. Mm-hmm. Dus waarom laten we het niet zo? Als voorbeeld, maar... Als ik nu terugkijk, dan zie ik ook wel, ik werk hier al sinds 2005 en nu 4 jaar als directeur, daarvoor als hoofdconservator, kun je wel zien dat bijvoorbeeld, en dan kijk even naar ons, wij hebben op een gegeven moment ook bedacht van als wij als stadsmuseum die stad recht willen doen in zijn letterlijk zijn diversiteit en al die identiteiten die hier zijn en samen misschien Den Haag maken, dan moet je daar dus ook echt aandacht op gaan geven, beleid op gaan maken en met mensen in gesprek gaan. Want dat kunnen wij gewoon niet. Als je gewoon klassiek kijkt naar een staf van een museum. En daar hadden we het intern ook over. Het feit dat je dus diversiteit op een gegeven moment labelt als een onderwerp, geeft dus aan dat het daarvoor eigenlijk heel impliciet ergens in het verhaal zat. Je ziet dus bij veel stadsmusea dat het nu absoluut een belangrijke pijler is waar het verhaal op staat. Namelijk, wie wonen er allemaal en wie zijn die mensen? Mm-hmm. En wat brengt ze samen? Of wat is de juiste differentiatie, de diversiteit daarbinnen? Dus die multiculturaliteit is vooral in stadsmusea, vind ik, veel meer zichtbaar dan in nationale historische musea. Mm-hmm. Waarom? Ik denk gewoon het simpele feit dat je in gesprek bent met je stad. Dus dat doe je dan ook wat sneller. Wij werken zelf ook toch ook wel op een andere manier. Wij werken heel veel samen ook in de sfeer van netwerken. Ja. Dus met groepen en mensen in de stad. Want wij weten het ook allemaal niet. Ik bedoel, zo simpel is het. En dat moet je ook erkennen. Je bent als museum, denk ik, van de ene kant een kenniscentrum. Maar je bent ook vooral een facilitator of een plek waar je dingen tot stand wil brengen, co-creëren met anderen. Dus als je eenmaal die stap hebt gemaakt, is het ook niet zo moeilijk om dan ook op die manier dus ook te werk te gaan. Mm-hmm. En dat komt denk ik ook omdat je, en dat moet ik misschien maar even mond houden, ook niet meer als musea waren vroeger natuurlijk veel meer aan het zenden. Dat zouden ze niet zeggen, maar ze maakten tentoonstellingen of producten en die neem je tot je. En nu zie je dat, nou dat denk ik zo'n avond als deze geeft dat ook aan. Je bent veel meer echt in gesprek. Mm-hmm. En probeert ook dingen voor het voetlicht te brengen die je eigenlijk zelf niet weet of niet hebt. Mm-hmm. En we zitten hier, ik vind het toch een hele mooie zaal met onze, zeg maar, witte schutters. Ja, we zitten weer tussen de schutters. Ja, hè? We zijn weer, Amsterdam ja, uit, nou, maar is, die schutters nou, blijven. Daar wil ik dadelijk nog wel wat over zeggen. Dat is denk ik ook wel een beetje de gewoon het gevolg van het verzamelen en de identiteit die de musea's neergeslagen. Mm-hmm. Ja, die dekt de lading dus niet. Dus je moet meer doen. Hè? Je moet op zoek naar andere verhalen, naar andere objecten. En ik denk wat je hier niet ziet, geeft precies ook de aanleiding om het wel te gaan zoeken. En te verzamelen of te tonen. Mm-hmm. Alleen dat kan op andere manieren dan in klassieke 19e-eeuwse museale sfeer. Hè? Ja. Dus dynamisch, hoop ik. En waarom deze tentoonstelling? Nou, en waarom nu? Nou, waarom nu? Ja, dat is altijd een goede vraag. Je plant iets. De aanleiding om deze tentoonstelling te maken is eigenlijk heel, heel praktisch. Dat is meestal. Hè? Iemand heeft een leuk idee en daar praat je met elkaar over en dan zeg je, daar gaan we voor en zo willen we het dan realiseren. En die aanleiding nu was eigenlijk inderdaad het boek wat hier voor ons ligt. Wat geschreven is door Esther Schreuder die in de zaal zit. Die eigenlijk alweer 4 jaar geleden langskwam van, goh, ik ga een onderzoek doen in de Koninklijke Verzameling, het Koninklijk Huisarchief. Ja. Naar de levens en de wederwaardigheden van deze twee jongens. En dat lijkt mij wel een interessant onderwerp, ook voor jullie. Mm-hmm. En wij hadden eigenlijk... En dan, was er veel overredingskracht dan? Nee, of eigenlijk dacht je niet. Juist van, nou, hey, dit is... wat je dan hebt als musea, dat is een soort reflex van, ja, zijn er ook spullen dan? He, weet je wel, want je wil geen boek aan de muur hangen, je wil wel iets laten zien. Je wil het materialiseren. Dus dat is vaak de kritische nood, zeg maar, van kan je het ook mooi
of mooi hoeft niet, maar kan je het interessant brengen met materieel erfgoed? Mm-hmm. Als kun je misschien beter een film maken of een boek schrijven. Mm-hmm. Dus dat was wel de kritische noot, maar wij hadden wel als museum, wij kenden die jongens wel. Want in de tentoonstelling hangt ook een schilderij, wat in onze collectie ziet, waar je ze ziet, in de slipstream van de stadhouder Willem de Vijfde. Terwijl ze hier aan die kant op het buiten of een bezoek brengen aan de kermis, 1785. Dus het was voor ons ook een, en dan kom ik terug bij wat ik net zei, we hadden dus een object waar we die twee jongens in, overigens ook dezelfde livreien, iets ouder, maar die blauw met rode pakken, zien rondlopen. Dus we wisten wel wie ze waren en dat ze dus duidelijk niet van Den Haag kwamen. Maar verder wisten we niet zoveel. Dus we hadden wel zoiets van, daar moeten we ooit wat mee doen. Nou, toen kwam Esther langs, dus toen was het heel snel ook, werd het geschiedenis, eigenlijk het besluit om daar iets mee te maken. We gaan er straks verder over praten, hè? Want jij staat aan en volgens mij ga jij dan niet meer uit. Jawel, en dat is ook goed, want... Daar ben jij voor. Dat is ook heel fijn om te zien bij een directeur. Naast jou zit professor Dr. Gloria Wekker, sociaal en cultureel antropoloog met specialisaties op het gebied van gender studies, sexuality studies, African American studies en Caribbean studies. Intussen weten we van je dat je prijzen in binnen- en buitenland hebt gewonnen voor je werk. En dit jaar ben je ook door de Science Guide uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke wetenschappers in Nederland. Ja, het is toch echt waar. Je staat op nummer 2 op die lijst. En dan is het natuurlijk toch goed om te weten, hè? Je hebt een boek uitgebracht, daar gaan we het zo natuurlijk ook even hebben. Hoe is het voor jou om nu zoveel aandacht te krijgen voor een onderwerp waar jij toch al zeker ruim 20 jaar mee bezig bent en eigenlijk vooral in de luwte? Dat moet gek zijn. Ja, dat is inderdaad een vreemde gewaarwording. Pak hem anders gewoon even vast, want dan kun je hem wat makkelijker... voor je houden. Ja, ja, heel goed. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat dit boek White Innocence zoveel aandacht gekregen heeft in binnen- en buitenland. Dat het meegeholpen heeft om een discussie verder aan te zetten, aan te zwengelen, uit te diepen. Maar ik heb het ook over jou, hè? Want je bent gewoon echt een publiek intellectueel nu. Dat, daar kunnen we niet omheen. Ja. Wat zal ik daar eens van zeggen, Nancy? Het is een mixed blessing, yes. Vind ik het. Het heeft hele aangename kanten. Ik vind het ook heel erg belangrijk om een stem te laten horen in een publiek debat. Ik ben hartstikke blij dat we in een tweede antiracistische golf zitten. En dat ik daar iets aan mee kan helpen. Ik heb ook, moet ik zeggen, dat ik er ontzettend naar verlang dat deze discussie door anderen overgenomen wordt. Ik vind eigenlijk dat ik gezegd heb wat ik erover te zeggen heb. Ik verlang er ontzettend naar om een ander boek te gaan schrijven. Ja, lekker, maar de deur dat is dus dicht. Mijn persoonlijke belang. Nee, maar dat, volgens mij is dat heel begrijpelijk. Ik weet niet of Nederland daar al aan toe is, professor Wekker. Ja. Je zal natuurlijk juist door een Nederlandse uitgave ook een andere hoek van de maatschappij misschien bereiken, die dan weer heel erg behoefte heeft om daar met u over te praten, met jou over te praten dus. Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. En ik wil wel ook wel enige tijd uittrekken om daar aan mee te doen en aan die vraag te voldoen en wat interviews te geven, dat soort optredens meer te hebben. Maar ik heb voor mezelf wel een soort einddatum vastgesteld. Want ik vind niet dat het mijn verantwoordelijkheid is. Ik heb het op tafel gelegd. Ik ben daarbij in samenspraak met andere mensen om me heen. Ik ben niet de eerste die dit gezegd heeft wat ik nou gezegd heb. Dus ik vind ook niet dat ik meer verantwoordelijkheid moet nemen daarin dan mij toekomt. En ik vind werkelijk dat het ons aller verantwoordelijkheid is. Niet alleen van zwarte mensen, maar heel uitdrukkelijk van witte mensen.
Ja, nou, ik denk dat dat een waar woord is. Je boek, je noemde het al, White Innocence, kwam dus als Engelstalig boek in 2016 uit. Het heeft een ongekende impuls, inderdaad, in het racisme-bad bewerkstelligd. Toch even voor die 1-2 mensen die het boek nog niet kennen. Wat is nou de centrale vraag in je boek? Waar richt je nou op? Waar was je nou nieuwsgierig naar? De centrale vraag in mijn boek is, hoe is het mogelijk voor een natie die meer dan 400 jaar een koloniaal rijk gehad heeft, en niet het kleinste koloniale rijk, hoe is het mogelijk voor die natie om zich in te beelden dat het kolonialisme geen sporen nagelaten zou hebben hier, in de metropool zelf, in taal, in cultuur, in instituties, in de manier waarop we over onszelf en over de ander nadenken. En deze expositie hier is mooi, omdat het één uiting is van hoe dat kolonialisme al zo vroeg, vanaf de 17e eeuw, hier sporen nagelaten heeft. Er wordt ons altijd verteld dat het kolonialisme zijn gezicht pas in Nederland liet zien aan het eind van de 40er jaren, toen de positie van Indo's en Totoks in ons Indië onhoudbaar geworden was, toen die mensen naar de metropool toe kwamen, naar Nederland zelf. En vooral naar Den Haag. Ja, precies, vooral Den Haag. Maar die expositie laat zien dat je al veel eerder inwoners van het koloniale rijk hier aantrof. En het is inderdaad, in de hoogste regio's ook. Zeker. En het is dus hoog tijd dat we daar meer werk van gaan maken en dat meer in kaart gaan brengen. Straks daar meer over natuurlijk. Last but certainly not least, directeur Antoine Deul. Eindelijk is ik hier uit Amsterdam. De paden op het land in, dat is toch typisch iets wat het NINSEE ook wil. Hè? Hoe gaat het met het NINSEE? Zware tijd gehad, tijdje ook terugtrekking van subsidies. Net in een periode dat er ook 150 jaar afschaffing slavernij werd herdacht en gevierd. En intussen, you're bouncing back, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn hard aan de weg aan het timmeren. Hoe gaat het nu met NINSEE? Ik denk dat het goed gaat. De structurele subsidie is nog niet terug, maar daar werken we hard aan. Ik denk dat we de afgelopen anderhalf jaar in ieder geval heel hard gewerkt hebben aan onze zichtbaarheid. We hebben ook gekeken van wat voor projecten of wat voor activiteiten we moeten ondernemen om meer het contact te zoeken met alle Nederlanders. Ja. En hoe we met name ook meer jongeren aan het NINSEE kunnen binden. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. We zijn veel in het nieuws. We zijn in gesprek met het kabinet. We zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam voor meer steun. Daarnaast hebben we verleden jaar de eerste editie van de Black Achievement Month hebben we georganiseerd. En voor de mensen die dat misschien nog niet kennen, de Black Achievement Month gaat over het vieren van de kracht en de rijkdom van, ik noem het bij deze, zwarte Nederlanders. En ook podia bieden aan de zwarte gemeenschap in Nederland, die over het algemeen weinig aan de bak komen op grote podia of niet goed zichtbaar zijn in de media. Daarvoor is dus de Black Achievement Month opgericht. En ook om een andere narratief te vertellen vanuit ons perspectief. De naam is niet voor niks Black Achievement. Dat vonden we heel belangrijk. Ja. Voordat ik dus bij het NINSEE kwam, was het eerst het idee om een Black History Month te gaan organiseren. In analogie wat er in de Verenigde Staten gebeurt en wat er in Engeland gebeurt. En dat zou dan gebaseerd zijn op het slavernijverleden en het zichtbaar maken van die verhalen. Maar ik had zoiets, dat doen wij al, dat is al onze kerntaak. En we hebben al de Kitty Kotti Maand, waarbij we van alles en nog wat organiseren in dat kader. En ik wilde dat het NINSEE het hele jaar door zichtbaar is. Ja. Dus vandaar dat ik in de maand oktober iets neer wilde zetten.
En ik wilde ook een andere kant laten zien van de zwarte gemeenschap. Ik wilde onze kracht, onze rijkdom, onze intellectuelen, onze wetenschappers, onze kunstenaars een podium bieden. En met name binnen grote witte bolwerken, zoals het Nationale Ballet of in het Rijksmuseum of in de Stad Schouwburg, om met die partijen samen te werken. En hopelijk dan een soort kruisbestuiving teweeg te brengen tussen die witte organisaties en al het zwarte talent dat we hebben. Want dat gebeurt nog veel te weinig? Dat gebeurt absoluut te weinig. Bijvoorbeeld, wij zijn dus nu in gesprek met het Nationale Ballet. Zij zijn natuurlijk het summum van witte esthetiek en noem het maar witte dominantie. Maar zij zijn zich er heel erg van bewust dat ze in een stad zitten, in Amsterdam, die super divers is. En dat zij gewoon een wit bolwerk zijn dat bijna ondoordringbaar is voor mensen met een andere culturele achtergrond. En daar willen zij heel graag verandering in aanbrengen. Vandaar dat wij samen met hun een soort alliantie aan zijn gegaan om te kijken hoe het NINSEE samen met andere partijen daar activiteiten kan organiseren in het kader van de Black Achievement Month. En zodoende die twee werelden bij elkaar te brengen. Ja. Laten we even naar de tentoonstelling gaan. De tentoonstelling, laten we hem kort even bespreken, want het is toch de directe aanleiding. Hè. We willen een wat meer breder debat, maar even de tentoonstelling zelf. Marco van Balen, wat is er te zien en hoe is de aanpak geweest nou van die tentoonstelling die hier nu staat? Aansluiting wat ik eerder zei. We hebben dus heel duidelijk kunnen leunen en steunen op het onderzoek van Esther Schreuder, wat in het boek zit. Wat ik al zei, dan ga je natuurlijk op zoek naar spullen, hè, want wij zijn een museum, wij willen objecten laten zien. Esther was daar natuurlijk ook naar op zoek, want je wil een boek ook verlevendigen met beeld. Alleen hebben wij toen... het boek is behandelt natuurlijk veel meer. Het zijn meer pagina's dan hier teksttekens op de muur staan. Dus wij hebben duidelijk gekozen van... Wij zoomen heel erg in op dat Haagse verhaal. Ook al gaat het bij deze twee jonge jongens, die zoals je zei op... primair onderwijsleeftijd hier binnenkwamen na een lange zeetocht zonder familie. En als cadeau werden geschonken aan stadhouder Willem V. En opklommen binnen de hofhouding tot kamerdienaren. Dat verhaal, dat Haagse verhaal, hebben we heel erg uitgediept. En dat hebben we dus onderbouwd ook met belangrijke archiefstukken uit het Koninklijk Huisarchief. Dus als je wil kun je ook stukken zien die zij eigenhandig hebben geschreven. Want dat was ook een deel van hun taken. Maar vooral veel schilderijen en prenten. Ja. Ja. En die laten dus de beide heren veelvuldig zien. Maar ook, ik wou bijna zeggen lotgenoten, ook andere voorbeelden van Afrikaanse bedienden, zoals we ze noemen, aan de internationale over. Dus het eerste stukje van de tentoonstelling geeft eigenlijk een internationale context. Dat je eigenlijk al ziet dat sinds de 17e eeuw, we weten eigenlijk in sommige gevallen, gaat het verder terug in Europa, dat... deze zogenaamde hofmoren zich aandiende aan hoven als exotische verrassingen, hè, om even in de terminologie te blijven, ook van mevrouw Wekker. In het boek komt dat wel ergens langs, hè, dus toch hoe dat wordt geduid. Dus hun hoe ze onderscheidend waren juist van anderen, werden gebruikt in het hof om een bepaalde exclusiviteit uit te beelden. Daar gaan later andere voorbeelden van zien. En een object waar we zelf dan toch wel wat we heel bijzonder vinden, is het eerst weer tegenaan op het borstbeeld wat uit de Royal Collections komt in Engeland. Niet omdat het zozeer uit die koninklijke collecties komt uit Engeland alleen, maar ook omdat het echt een monumentaal borstbeeld is van een wij noemen het Afrikaanse bediende. Het heette daar eigenlijk Bust of a Moor. En dat is nu eigenlijk toch een beetje geherdoopt. Ze hebben het mede op ons onderbouwde argumentatie toch... kregen we per post bericht terug dat ze het nu ook anders willen omschrijven. Dat zien we ook bij meer musea nu. En het interessante is, musea krijgen vaak iets binnen. Hè? Dat is die last die we torsen met z'n allen. Hè? Die erfenis die doorgegeven.
En dus in heel veel musea zijn nog studies van een neger, of noem een andere omschrijving die we nu eigenlijk niet meer gebruiken. En die zijn vaak gehandhaafd, omdat dat de term is, de titel waaronder het is geïnventariseerd, en zo wordt er over geschreven. Maar je ziet nu ook dat dat gaat veranderen, met zoiets heeft van nou, soms weten we nou wie het is. Er zijn een aantal bladen hier te zien waar we nu eigenlijk wel met elkaar eens zijn, ja, dat zijn Cupido en Sidon. Dus die kun je ook dan gewoon zo noemen. Maar ook zeg maar die archaïsche termen, die verdwijnen nu ook in de inventarislijsten van musea. En dat komt dus ook mede door de bewustwording van hoe ga je om met dat erfgoed. En dan kun je wel zeggen, ja, zo zeiden we dat vroeger. Maar is dat dan nog een reden om dat nu dan ook zo over te schrijven in de literatuur? Of om het zo in je inventarislijst van een museumcollectie op te nemen? Maar die buste, waarom het mij persoonlijk raakt, is omdat dat eigenlijk de beeldtaal is die we kennen van de Romeinse keizers. En eigenlijk de vorstenportretten. Dus zeg maar de mensen in charge. En hier zien we dus wel degelijk iemand, want hij heeft wel een slavenband om zijn nek nog. Dus je ziet iconografisch wel, en je ziet ook aan de zwarte steensoort voor het hoofd en de hals, dat het dus om een Afrikaanse meneer gaat. Maar alleen al de uiting aan zich, dat zo iemand zeg maar uit het steen gehouden is, vroeg 18e eeuw, is wel uitzonderlijk. En daarom wilden we die ook heel graag hebben, om, laten we zeggen, de andere prachtige schilderij, want ik noem ze toch prachtig omdat schilderkunsten prachtige stukken zijn, waar je vaak die jonge kinderen op het tweede plan een parasol ziet ophouden of in de nabijheid van hun heer of dame die ze dienden zijn afgebeeld. En ik vind daar ook meteen dan zichtbaar waar het ons op te doen is. Dat zijn de mensen die in het verleden niet werden benoemd en die ook niet op het tekstbordje ziet staan, omdat we vaak niet weten wie het is. Maar ook omdat het gaat om die rijke meneer of mevrouw die daarnaast staat. En we vonden het blijkbaar, ik zeg even we, ook eerder niet zo belangrijk om erbij stil te staan wat de rol dan was van zo iemand of wat zijn functie was. Behalve dat hij een mooi pak aan had en duidelijk in een dienende functie werd afgebeeld. En juist dat je dat spotje nou verplaatst naar die andere figuren, dat is eigenlijk wat we willen met dit verhaal. En die twee jongens willen we nu echt tot leven roepen. En ik denk dat dat wel gelukt is, ofschoon ik heb ook mijn frustraties. Wat ze dachten, wat ze voelden en wie ze echt waren, weten we niet. Ja, precies. En dat is gewoon niet overgeleverd in archieven. Ja. Dus, ja. En dan kun je gaan speculeren, maar dat hebben we niet gedaan. Het is natuurlijk, de onderzoeker, in dit geval Esther Schreuder, is natuurlijk ook echt als een soort detectieve naar fragmenten gaan zoeken. Soms vind je daar niks en dan vind je ineens weer een stuk. Wat in ieder geval, wat ik wel heel bijzonder vond, is dat je ook het handschrift ziet. Hè? En dan is, ik geloof vooral van Sidon, hè? Is zo prachtig en maakte er volgens mij ook echt een sport van. Mm-hmm. Om mooi te schrijven. Ja. Hè? Ze klimmen ook. Hè? Er is echt sprake van sociale mobiliteit. Ja, die jongens klimmen op. In die dienende rol, weliswaar. Uiteraard altijd nog in de dienende rol. Maar toch op een gegeven moment op een zeer hoog niveau voor een niet-adellijk persoon. Aan het werk, wat je ook heel in de nabijheid van het centrum van die macht bij wijze van spreken brengt. Hij gaat ook schrijven en je ziet die prachtige krullen terugkomen. Maar dichterbij dat kom je dus niet, hè? Want nee, precies. Je weet dan dat hij dat geschreven heeft. Ja. Maar wat ik bedoelde, met als die frustratie. Je weet dus niet wat er door hem heen ging of wat hij dacht. Of wat als mens als van vlees en bloed. Wat leverde dat nou op intern qua discussies? Het staf niet onberoerd hebben gelaten. Nee. Hier moet flink over doorgezaagd zijn. Ja, met soms bordjes Chinees voor je om dan toch door te gaan. Ja, wat levert zoiets nou op? Wat gebeurt Dat levert best veel op. Even los van we zeggen het reguliere wat je hebt in zo'n proces van creëren met elkaar. Maar we hadden wat ik eerder zei bij dit project, omdat we de wijsheid absoluut niet te pacht hebben. Hè, ergo dat we Esther zo'n belangrijke rol hebben gegeven. Maar ook als het gaat om van hoe kijk je naar dit onderwerp en hoe contextualiseer je dat zeg maar buiten het directe historische verhaal van het Haagse Hof hier. Want dat kennen we wel. Wij maken als Haagse Stadsmuseum wel vaker tentoonstellingen over het Hof. Ja. Maar meestal zijn het dan die prinsen of de kunstenaars aan het hof en niet juist zo'n diversiteitsverhaal. Dus om daar recht aan te doen, hadden wij wel behoefte aan expertise van anderen. En dan gaat het bijvoorbeeld om, hoe zet je dit verhaal neer? Wat is de tone of voice? En dan kom ik ook, sluit ik graag aan. Wat is die tone of voice dan? Hoe zou je dat willen omschrijven? Ik wil dan gewoon aansluiten bij wat mevrouw Wekker ook zegt.
je kijkt toch terug naar het verleden vanuit een bepaald perspectief vaak. Mm-hmm. En je wil toch ook je meer behoeden voor het vallen in valkuilen of het hebben van te veel blinde vlekken. Mm-hmm. En die heb je. Dat is gewoon zo. En je bedoel ik dan in dit geval mezelf of mijn collega's. Want die geschiedenis van het Hof, die kennen we misschien wel. Maar dat zo'n verhaal van twee jongens van verre die hier komen, ja, dat is voor ons niet zo alledaags. Dus om dat ook goed te beschrijven en ook recht te doen aan het verhaal, dat was best wel iets waar we intern veel over gesproken hebben. Ik wijs even naar twee mensen hiervoor, want dat is de harde kern in dit verhaal. En dan gaat het bijvoorbeeld over... Die kijken nu naar beneden allebei. Ja, heel verstandig. We zijn er niet. Wat zegt hij nou weer? Bijvoorbeeld als het gaat om van wat weten we niet. Hè? Wat ik al zei, wij wilden eigenlijk heel graag ook die twee jongens misschien wel meer recht doen. Mm-hmm. Maar je wil ook bij de feiten blijven. Mm-hmm. Tenminste, wij zijn een museum, dus... We hebben al gezegd, als we nou een film zouden maken... Dus daar is heel duidelijk voor gekozen, hè? Ja, dus wij niet horen... veel interpretatie, maar redelijk feitelijke weergave en van... Dat betekent dus dit ook... is wat we erover kunnen zeggen. Ja, en wel met de gedachte dat wij merken dat aan onszelf, maar ook aan bezoekers... dat het wel aanleiding geeft om je af te vragen, sommige vragen te stellen... van hoe moet het geweest zijn om als zwarte jongeman in een witte 18e eeuwse stad te vertoeven... waar ik me zo voor kan stellen, dat wij weten ondertussen dat er wel meer mensen van over de wereldzee hier rond liepen. Ja. Maar dat was echt niet te vergelijken met Den Haag van nu. Ja. Dus dat was een hele andere omgeving waar je misschien ook bewust, of zou ik zeggen, ook niet vrij of veilig voelde, ondanks je hofpositie. Maar dat weten we dus niet. Maar je wil daar wel je vragen bij stellen. En dat hebben we gesteld toen met elkaar, van nou, laten we dat dan vooral ook doen. Niet misschien in die meters waar die objecten te zien zijn, maar in andere activiteiten die we organiseren. Waar je wel, bijvoorbeeld zoals vanavond, waar je kunt debatteren of praten met elkaar. Waarin je activiteiten kunt ontwikkelen die ook gaan over de implicaties die voor beide levens van die twee gaan. Juist. En, okay. Ik wil heel even, omdat... Toch omdat je in de zaal zit, Esther. Ja, vind je het goed? Lex, zou je even naar Esther Schreuder willen toe gaan? Lex van Tilborg, die samen vanuit het museum, samen met Esther Schreuder deze tentoonstelling heeft gemaakt. Detectievenwerk. Esther, gefeliciteerd met je tentoonstelling sowieso. Dank je wel. Lex heeft ook hard meegewerkt. Het is niet de... Ja, precies. Het is niet de eerste keer dat, laten we zeggen, zwarte personen centraal staan in een tentoonstelling van jou. Ja. Dat deed je ook al in 2008, hè? Black is Beautiful, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Waarbij je ook eigenlijk al wilde aangeven, ja, in Nederland kennen we al 7 eeuwen zwarte aanwezigheid. Ja. In ieder geval in de beeldende kunst. Want in ieder geval in de beeldende kunst. Precies. En soms juist niet in de geschreven archieven, maar en dan wel in de visuele archieven, zou je kunnen zeggen. Er is vaak geen onderzoek naar gedaan, dus misschien is het er wel. Ja. Hoe stuit je op dit verhaal? Dat willen we natuurlijk weten. Tijdens het onderzoek voor Black is Beautiful, zo is het ontstaan. En daar waren een heel aantal werken met bedienden te zien, waaronder één werk van Pothoven, wat hier ook hangt, een tekening. Ja. En daar was al iets, althans, dat zou Cupido of Sidron zijn. En daar was een stukje over verschenen van Charlotte Eijmaal. Zij is archivaris van het Koninklijk Huisarchief. En zij had een heel aantal documenten gevonden in dat Koninklijk Huisarchief. Ja. Dus er was een klein beetje bekend. En toen later kreeg ik steeds meer werken, vond ik zelf, of werden mij toegestuurd door mensen waar ze op stonden. Mm-hmm. En ik vond ook steeds meer werken waar Rabo op stond, hun voorganger. Dus en meer werken. En toen begon ook die Zwarte Piet discussie, waarbij Cupido en Sidron ook gebruikt werden als voorbeelden waar Zwarte Piet op gebaseerd zou kunnen zijn. Dacht ik, ja, nu wordt het qua toch heel... kleding en esthetiek. Qua kleding, en, maar ook inderdaad, er werd van alles ingevuld van... Over die jongens, dat van ja, ze zijn slaaf, of ze zijn tot slaaf gemaakt en ze worden, als ze niet aantrekkelijk meer zijn, weggedaan. En enfin, men wist het gewoon niet, dus ik dacht, het wordt heel belangrijk om eens uit te het gaan zoeken. Het wordt nu eens tijd om eens om, hoe zit het gaat met hun in ieder geval, want het zegt natuurlijk niks over al die anderen. Helder, dankjewel. Heel goed. Gloria Wekker, Antoine Deul, jullie hebben net gekeken, dus het is een eerste indruk natuurlijk wat jullie hebben gezien. Wat zagen jullie en wat vonden jullie daarvan? Wie wil daar eens over vertellen? Ik
zie het in samenhang met het boek, want ik heb het boek gelukkig al kunnen lezen. En uitgelezen? Ja, en ik heb 4 opmerkingen te maken, vragen die ik ook aan Esther wil stellen. Dus wat me opvalt, dat is ook in de tentoonstelling te zien, is dat het kleine jongens zijn die met name aangevoerd worden als cadeau. Valt me ook op in het boek hoe er over hun gesproken wordt. Ze zijn bedoeld om gezien te worden. Ze tonen status van de eigenaar, prestige. Het is heel belangrijk dat mensen ze zien. En ik vroeg me af wat nou maakte dat het per se kleine jongens moesten zijn en waarom kleine meisjes. Dus kennelijk niet in aanmerking kwamen voor die rol. We zien 1 mei, een jonge vrouw, in de tentoonstelling. Dus daar zou ik iets over willen vragen. Heeft dat te maken? Dus ik zie ook in het boek dat er over die meisjes gezegd wordt, ja, die eten alleen maar, daar heb je niks aan. Dus zijn dat de genderverhoudingen van die tijd die we hierin tot uitdrukking zien komen? Dat is het eerste. Tweede vraag is, ik vind het schokkend die intensiteit te zien van die levens, van die kleine jongens, die dus al op 3-4-jarige leeftijd weggehaald worden en dan cadeau gedaan worden aan een adellijk persoon in Europa en hoe die levens eruit zien. Ik vind dat echt heel verdrietige levens. En je ziet het ook in de beeldtaal, hoe ze vaak afgebeeld worden als knielend of opkijkend naar de meester of de dame van wie ze het eigendom zijn. Ik vind dat er een soort, wat Stuart Hall noemt, rituele degradatie speelt in de manier waarop ze afgebeeld worden. Maar wat nog erger is, als het gaat over het culturele archief, hè, van wat we opgeslagen hebben in onze gedachten en in onze harten wat betreft ras, dan zie ik een hele duidelijke continuïteit met het hedendaagse verschijnsel van het adopteren van gekleurde kinderen uit derde wereldlanden. De parallel ligt hierin dat wat op de voorgrond staat, het genoegen en het plezier is wat zwarte kinderen kunnen bewerkstelligen voor witte mensen. En ik vind dat wel een beetje treurig en verdrietig. Ik kan me voorstellen, dit is een interpretatie natuurlijk. Het is niet feitelijk zo vast te stellen. Maar ik vraag me af of jij ook die continuïteit ziet, die we nog steeds hebben. Hè? En waarbij het er eigenlijk om gaat, zoals Saidiya Hartman zegt, dat zwarte mensen er zijn om witte mensen plezier te geven. Hetzelfde wat we zien in het verschijnsel Zwarte Piet. Zwarte Piet is er om witte mensen plezier te laten beleven. Een derde punt wat ik wilde aankaarten, zijn de namen. Dus Cupido en Sideron. Dus ik las in de tentoonstelling dat Sideron iets aan wil geven van ijzer. Cupido is een naam die heel veel voorkomt, ook in de namen die aan tot slaafgemaakte op de Antillen en in Suriname en tot slaafgemaakte gegeven werden. Dus je hebt daar een heel mooi artikel van Alex van Stipriaan die praat over de namen die aan tot slaafgemaakte gegeven zijn. Dat zijn vaak belachelijke namen. Cacao, chocolaatje, koffie. Cupido is ook zo'n naam, hè? De god van de liefde. Dus niet alleen wordt iemand onteigend van zijn eigen naam, maar er wordt ook nog eens een belachelijke naam opgeplakt.
Dus identiteit wordt afgenomen en dan wordt een andere identiteit opgeplakt die iemand ook een beetje belachelijk maakt. Dus daarvan kan je zeggen, daarvan zou ik willen zeggen, ook in de context van de tentoonstelling of van het boek, zou ik daar wel wat over hebben willen lezen, dat daar een diepere geschiedenis aan ten grondslag ligt, aan de naamgeving van deze kleine jongens, dat in contact staat met een praktijk die ingebed is en die dus heen en weer reist tussen wat er in de kolonie gebeurt en wat er in de metropool gebeurt. Dus dat zou ik wat meer inbedding hebben willen geven. Want nu lijkt het zo, ja, toevallig heet deze nou Cupido en die andere Sideron. Het is onderdeel van een diepere laag van betekenissen die daar vorm krijgt. De vierde, laatste. Lekker hoor, ja? Praat rustig door. Wat ik heel interessant vind aan het boek is, er zijn verschillende dingen. Maar ik vind het heel erg interessant om te lezen over hoe die wereld aan het hof in elkaar zit. En hoe die bedienden, hoe hun leven eruit ziet. Hoe belangrijk het is om op te klimmen in de hiërarchie. Wat mij wel opvalt, is dat, het is heel moeilijk natuurlijk te zeggen, worden Sideron en Cupido nou hetzelfde behandeld als witte kamerbedienden. Maar wat me steeds opvalt is tot het einde toe van hun leven dat er een aparte categorie voor hun is. Dus ja, volgens mij wel. Dus in een heleboel van die overzichten dat zij de Moor zijn, de Zwarte Moor, de Neger. Dus waar die anderen onder de categorie kamerbedienden vallen, lijkt het alsof zij tweeën steeds een aparte categorie bezetten. Oké, misschien wil je daarop reageren. Dan het punt, dat vind ik ook nog wel. Waaraan kun je nu eigenlijk, zou je eigenlijk kunnen afmeten of er sprake is van een enigszins acceptatie van deze twee als ze volwassen zijn door de samenleving. Dus Sideron die is nooit getrouwd. Er is een passage tegen het eind van het boek waarbij hij optrekt met een andere kamerbediende. Ik wens Sideron toe dat hij daar een fijne relatie mee had. We weten het niet. Cupido, die heeft dus wel een vrouw gevonden, is met een witte Duitse vrouw getrouwd. Maar ik weet niet of het zo is, ik denk eigenlijk dat het niet zo is, dat je daaruit zou moeten kunnen opmaken dat er sprake is van integratie. Dus daar had ik ook wel graag een discussie over gezien van wat betekent acceptatie nou in zo'n 18e eeuwse context. Is het huwelijk daar een teken van, of kunnen we dat wel of niet aannemen? Daar had ik meer over willen horen. Ik denk dat ik het hier maar bij zal laten. Heleboel punten, food for thought. Misschien even dat laten bezinken en ook even aan Antoine vragen vanuit jouw expertise als directeur Ninse ook. Wat jij zag en wat je daarvan vond. Nou, ik had ook 4 punten. Maar kijk, nee. Hebben we niet afgesproken hoor. Nee. Het is altijd lastig om naar professor dr. Gloria Wekker te moeten spreken. Zul het je niet aanrekenen? Nee, zeker. Ten eerste, ik vind het heel fijn dat deze tentoonstelling er is. Het laat toch ook weer, het maakt zeg maar mensen die onzichtbaar waren in de geschiedenis op een bepaalde manier toch weer zichtbaar. En het vertelt het koloniale verhaal van Nederland weer op een andere manier en maakt de verhalen completer wat dat betreft.
Wat ik dus wel belangrijk vind als je zo'n tentoonstelling in elkaar zet, is dat je ook de context meegeeft. Ik begrijp wel van dat je de feiten wil weergeven. Ik las bij een van de stukken een tekst, Hoe dacht wit over zwart? En daar stond bijvoorbeeld in dat Cupido en Cideron niet als minderwaardig werden gezien en gelijkwaardig werden behandeld. Dat vind ik toch heel lastig te rijmen met het koloniaal verleden. En ja, maar die dan tijd heb jij zoiets van, is dat nou zo? Nou, die tijd waar we dus toen in leefden. Ja. En dus dat is nog wel een statement die gemaakt wordt. Dus dat zou ik toch wel wat beter uitgelegd willen hebben. Wat ik wel fascinerend vond, is dat op het einde zie je dus de stamboom van Cupido. En een aantal van zijn nazaten, die er nu gewoon wit uitzien, die leven dus nog. En het was interessant om te horen dat een van de nazaten de stamboom had uitgezocht. En wel uitkwam op Cupido, maar dus niet wist dat dat dus een zwarte man was. Dus dat geeft ook weer aan hoe die geschiedenis en de sporen, zoals u dat noemt, die het koloniale verleden echt heeft in Nederland. Ja, hoe die gedeelde geschiedenis toch ingebed is in ons allen. Dus dat vond ik wel fascinerend. Mm. Nou, daarnaast zijn er een best wel aantal interessante stukken. Ik zag ook een... ik dacht dat ik de naam had genoteerd, maar er was één schilderij van, misschien kunnen de curatoren mij even helpen, een witte vrouw die de hand op de schouder van een van de zo'n kindbediende had. En waar, in de eerste stukje van... Eerste van stukje. Ja, precies. Aan de rechterkant. Ja, waar dus dat kind dus ook recht naar de toeschouwer kijkt. En dat zie je heel weinig, hè? Op dat soort schilderijen. Dus dat vond ik ook wel... Dat is heel bijzonder. Daar wil jij vast wat over zeggen, Esther. Ja, dus daar zou ik wel wat meer context over willen hebben. Er wordt tijdens de tentoonstelling ook steeds gesuggereerd van... ze kregen een goede opleiding, Cupido en Cideron. Ze hadden ook een pensioen. En daaruit moeten we dus opmaken van dat ze gelijkwaardig behandeld werden. Dus dat zijn een beetje van mijn observaties. En ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik ga dat zeker doen. Maar ik vind het in ieder geval interessant dat deze tentoonstelling er is. En ik denk dat we samen met z'n allen daar nog verder over na moeten denken hoe we dit soort tentoonstellingen in elkaar moeten zetten. Dus ja, dat is even mijn korte reactie. Ja, ja. Mooi. Dank jullie beiden. Misschien leuk om ook even wat reacties te horen. Misschien of van Esther of van Lex. Esther, misschien toch goed om even... en Lex, misschien wil jij zelf ook daaraan wat toevoegen zometeen, maar... Esther, je hoeft natuurlijk niet alles te gaan tackelen hier. Dat is ook onmogelijk natuurlijk. Maar ik denk wel goed om ook even jouw kant daarin. Ja. Nou, de eerste wat ik me nog herinner is over die gendervraag. Waarom het jongetjes zijn? Ja, het zijn inderdaad meestal jongetjes. Omdat die mooie kleding aan kunnen getrokken worden. En die te zien zijn. Meisjes zijn altijd alleen maar achter de coulissen aan het werk. Dus daarom waren jongetjes waarschijnlijk gewilder. Dus echt sowieso, vrouwen verdienen vele malen minder dan mannen aan het hof. Zij kunnen nauwelijks voor zichzelf zelfstandig leven opbouwen. Dus de witte vrouwen aan het hof. Hè? Ja. En dan was er natuurlijk het aspect ook van de leeftijd. Hè? Nou, je zag het ook bij Kwaku. Ja. Ook iemand die als jongen eigenlijk gegeven wordt. Omdat, ja. Ook een tijdgenoot, hè, van de twee jongens. Ja. Een duidelijk aspect, hè, in die slavernij. Dat er dus jonge kinderen werden gegeven. Ja, dat kom je ook voortdurend tegen. Het voorbeeld wat u noemt van die kinderen die doodeters zijn, wordt echt letterlijk gezegd. Dat is op Curaçao, dus dat is niet in Nederland. Maar dat is natuurlijk diezelfde wereld. Dat zijn diezelfde mensen die ook hier en daar zijn.
Dus ja, in kinderen, maar en zeker in Frankrijk zie je regelmatig dat het kinderen van 3,5 zijn of zo die daar bij dames terechtkomen. Het zijn echt verzamelobjecten. Ja. Ja. Ik vond het ook zo schokkend dat die prinses Wilhelmina over die kinderen praat alsof het hondjes zouden zijn. Hè? Ja. Zodat het zo voor haar aanvoelt, alsof het honden zijn. Ja, 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 het is, nou ja, ze zegt dat in context van een oude bediende doe je niet weg, net zoals je een oude hond niet wegdoet. Dus ze zegt het wel in een bepaalde context, maar ze verzamelt ook kindjes die ze mooi vindt. Ja, en dat kan alle kleuren zijn, ook witte kindjes, Engelse kindjes. Als ze maar schattig, leuk en intelligent zijn, dan wil ze ze meenemen. Ja, ja. Beide, Antoine en Gloria, hebben natuurlijk toch, misschien is dat ook iets voor jou, Lex, voor zover je ook wil aansluiten. Ook over context, hè, de aspect van context. Hoe contextualiseer je? Je bent op het moment dat de tentoonstelling staat, weet je al dat je dingen niet hebt gedaan. Dat zijn natuurlijk altijd hele duidelijke keuzes. Hoe keken jullie, jij daaraan vanuit het museum? Hoe contextualiseer je dit nou? Wat doe je wel, wat doe je niet? Nou, ik wil eigenlijk eerst nog even reageren op de opmerking van Antoine over die specifieke passage waarin inderdaad gezegd wordt dat Cupido en Cideron aan het hof gelijk behandeld werden. Ik denk dat we daar inderdaad te kort door de bocht zijn gegaan. Wat eigenlijk bedoeld is dat ze, voor zover we na kunnen gaan, in materiële zin, in financiële zin ook, gelijk werden behandeld. Dus zij kregen hetzelfde, je moet me maar corrigeren, Esther, als ik het verkeerd zeg, maar zij kregen dezelfde beloning, hetzelfde salaris als hun witte collega's in vergelijkbare functies. Ze hadden ook recht op dezelfde sociale voorzieningen die aan het hof bestonden. Bijvoorbeeld als je ziek werd of voor je familie werd ook gezorgd na je overlijden. Dus in die zin werden zij gelijk behandeld. Wat we zeker niet willen beweren is dat ze in algemene zin in de Haagse samenleving als gelijk en gelijkwaardig behandeld werden. Dat weten we niet. Er zijn allerlei redenen om te denken dat dat niet zo was. Ze werden natuurlijk alleen al door de hoofddeksels die ze moesten dragen, hè, die tulbanden, werden ze apart gezet van de rest van de hofhouding. Hè. Die hoofddeksels moesten hun exotische herkomst nog eens benadrukken. Het valt te verwachten dat zij te maken hebben gehad met racisme, met beledigingen, met andere vormen van achterstelling. Alleen dat uit de bronnen is dat niet overgeleverd. Dus dat verhaal kunnen we niet vertellen. En ze waren geen zeldzaamheid, zeg je eigenlijk maar misschien. Nou, ze waren niet de enige zwarte mensen in Den Haag. Of mensen uit de Oost, er waren veel meer mensen. Dus ze waren niet echt enorme aandachttrekkers. Tuurlijk, ze hadden ook die mooie kleren aan en die tulbanden op. Maar er waren veel meer mensen op dat moment aanwezig. Je vroeg naar de hoe contextualiseer je dit verhaal? Ja. Je ging er eigenlijk al een gedeeltelijk op in. Hè? Ja. We hebben bedacht, je kunt eigenlijk niet sec dit verhaal vertellen. Het vraagt inderdaad om context. Een van de vragen die we, waar je eigenlijk op in zou willen gaan, is hoe werd er in die 18e eeuwse maatschappij in Den Haag naar Cupido en Cideron gekeken? Hoe dacht inderdaad wit over zwart in die tijd? Maar dat is ook zo'n vraag die is eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden. Want we weten niet hoe dat in de praktijk ging. Wat we hebben geprobeerd te doen is heel indirect een antwoord te geven op die vraag. Door in te gaan op een aantal 18e eeuwse wetenschappers. Die over de verschillen tussen wit en zwart hebben geschreven. En om hun opvattingen te laten zien. En een van die geleerden
was Petrus Kamper, die een vaste gast was aan het hof van Willem de Vijfde. Dus wel in die zin heel dicht staat bij het verhaal van Cupido en Sideron. Ja. Een andere manier om het verhaal te contextualiseren is om ook in te gaan op de transatlantische slavenhandel. Want het is overduidelijk dat het verhaal van Cupido en Sideron verbonden is met de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Dus dat zijn twee manieren, of twee eigenlijk subthema's in de tentoonstelling, waarmee we het verhaal van Cupido en Sideron, echt dat Haagse verhaal, meer context hebben willen geven. Ja, dankjewel. Oké, want laten we inderdaad ook even naar die context van Nederland meteen gaan. Hè? Laten we even die jump maken naar het belang van zo'n maatschappelijk debat en de relatie met zo'n tentoonstelling. Mocht u trouwens vragen of opmerkingen hebben, steekt u dan uw hand op. Hè? Want kijk aan, zie je? Want u moet natuurlijk vooral meedoen. Ja, mevrouw. Ja, goedenavond. Mijn naam is Hanna Mitra. Ik vroeg me af, het ging net over die gender, hè? En u had de vraag gesteld, waarom waren er eigenlijk jongetjes, meer jongetjes dan meisjes? En mijn vraag is eigenlijk ook aan die mevrouw die dat onderzoek gedaan heeft. Heeft het niet te maken met de prijs van de slaven in der tijd? Dat die jongens misschien duurder waren en kostbaarder waren dan meisjes. Zit dat er misschien ook achter? Volgens mij niet per se, hè, Esther. Ik heb juist het idee dat in sommige gevallen vrouwen juist meer waard waren. Maar dat hing ook van de leeftijd af, natuurlijk. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet heel veel vanaf. Maar ik geloof dat ze iets van 500 gulden betaalden voor zo'n jongetje. Nee, dat is een boel geld. Ja. Goed, het debat, het maatschappelijk debat. We hebben het over racisme in Nederland. Het woord ras is überhaupt ineens een onderwerp geworden. Heeft ook heel veel te maken met het boek wat uitgekomen is. Wat een impuls aan dat onderwerp heeft gegeven. Hè? White Innocence. Ik zat ook te denken, het woord innocence en die jongetjes. Zit daar misschien ook een combinatie, een connectie? In ieder geval is het zo dat jij in jouw boek, Gloria, ook... als je het over white innocence hebt, dan heb je het ook eigenlijk over een aantal paradoxen. Hè? Je zegt, en eigenlijk misschien is het de hoofdparadox wel. Met dat culturele archief, wat zijn werking doet en wat dus in onze hoofden en in onze harten zit. Is het zo dat ras een enorme invloed op ons uitoefent en tegelijkertijd zeggen we, het doet er niet toe. Hoe komt dat? Dat komt niet overeen met ons zelfbeeld. Wij hebben een zelfbeeld in Nederland waarbij het heel erg belangrijk is van wij zijn anders dan anderen. Wij zijn niet zoals Amerikanen of Zuid-Afrikanen. Daar heb je volop racisme, maar wij hebben dat niet. Op de een of andere manier... We kunnen niet precies navertellen waarom, maar het is zo lang geleden. Het heeft zo ver van hier, van Nederland, plaatsgevonden. Dat kolonialisme in het oostelijk deel van het Rijk, westelijk deel van het Rijk. Dat wij daar hier niets van gemerkt hebben. Dus wij zijn heel exceptioneel. Wij zijn kleurenblind, zogenaamd kleurenblind. Wij zien geen kleur. Wij gaan er ook van uit dat kleur geen verschil uitmaakt in de levens van mensen. Dat het geen grammatica is waar langs de samenleving ingericht wordt. Dat is echt een article of faith van de dominante groep in Nederland. En als je zegt article of faith, wat bedoel je dan precies? Dit is... wat wij ten diepste over onszelf geloven, dat we geen kleur zien. Ja. Dat we niet aan ras en racisme doen. Mm-hmm. Dus zo zijn die twee dingen samen te brengen. En vormt het dus een hele diepe paradox in onszelf. Mm-hmm. Dus het is ook een manier om dat zelfbeeld in stand te blijven houden.
door te zeggen, wij doen niet aan ras, kunnen we dat onschuldige zelfbeeld in stand houden. Er is een enorme stortvloed aan activiteiten, acties. Het vindt in de universiteit plaats, het vindt op straat plaats. Het vindt ook in de musea plaats. Het vindt zeker in Amsterdam plaats. Amsterdam laat ook, jij zegt Antoine, ik wil die jongeren ook bereiken. Daar zie je heel duidelijk ook die jongeren aan de slag zijn. Wat valt jij daar nou het meest in op? In die reuring die er is rondom, laten we zeggen, het R-woord. En wat er zou moeten veranderen. Wat valt je daar het meest op? Er valt me heel veel op. In ieder geval, er is in ieder geval een bewustwording. Bij voornamelijk, denk ik, zwarte jongeren. Dat zoals het nu gaat, kan het niet meer. En ik heb ook wel het gevoel dat we in een soort in een kantelmoment zitten in Nederland. Waarbij dingen langzaam aan het veranderen zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel heel lastig. Want als je kijkt naar de instituten, zoals de politiek en andere geïnstitutionaliseerde organisaties, die maken juist een terugtrekkende beweging. We hebben bijvoorbeeld helemaal geen mensen van Afro-Caribische achtergrond bijvoorbeeld meer in de Tweede Kamer. Dus dat is ook zorgwekkend. En dat tegen een achtergrond waarbij, wat jij zegt, dus heel veel reuring is in de samenleving. Heel veel jongeren bijvoorbeeld strijden tegen Zwarte Piet, strijden tegen achterstelling op de arbeidsmarkt, tegen geïnstitutionaliseerd racisme. Dus dat is een hele, ik zou het noemen, twee werelden die tegen elkaar aanschuren op dit moment. En Ninsee speelt daar ook een belangrijke rol in. We zijn ook een stuk activistischer geworden. We gaan ook mee naar antiracisme demonstraties. Dus wat mij betreft is het een hele interessante tijd. Maar waar ik mij een beetje zorgen om maak is van, het is een tweede antiracisme golf. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er echt structurele veranderingen op dit moment bestendigen komen? Ja, dus dat het gewoon duurzame veranderingen gaan optreden binnen de instituten. Want het gaat dus niet om individuen die anders moeten denken. Want die individuen worden natuurlijk ook beïnvloed door de politiek en door grote instituten. Ja, dus daar moeten nu de veranderingen komen. Anders ben ik bang dat en na 5 jaar we er eigenlijk niet op vooruit zijn gegaan. En de jongeren van nu, denk ik, kunnen daar echt een katalysatorrol in vervullen. Zijn dat ook al? Die zijn dat absoluut al. En zij moeten dus de instituties proberen van binnenuit te gaan veranderen. Perfect bruggetje naar Den Haag, zou ik zo zeggen. Want Den Haag, de politieke macht. Mogen we het zo zeggen? Zijn het allemaal Hagenaars hier? Hagenaars en Hagenees in de zaal? Ja, hè? Dus ik hoop niet dat ik u nu ga beledigen. Nee. Doe je best. We zijn lekker gemixt hier in de zaal. Dat is goed om te horen, want ik ga nu iets zeggen en dan hoop ik niet dat ik de Hagenaars beledig. Maar, precies. Maar, wat me toch opvalt is dat het debat hier minder plaatsvindt, van een ander niveau is. Is het er überhaupt wel? Je hebt natuurlijk ook een enorme dominante aanwezigheid van die politieke macht, die eigenlijk behoorlijk stil is op dit onderwerp. Er is al benoemd van, er is een soort totale non-representatie op dit moment in het parlement. Ja. Maar voor zover we ook kunnen zeggen, toen er een soort van wapening, ontploffing, hoe je het ook zou willen duiden, van dit onderwerp was de politiek opvallend stil. Ja. Ben je het daarmee eens? Merk je dat ook? Je zit er letterlijk tegenaan te kijken vanuit hier. Maar hoe is dat voor een museum? Ik kruip naar het torentje inderdaad. Maar Den Haag is natuurlijk sowieso een rare stad. Hè. Dat snap je ook als niet-Haagse. Je hebt hier te maken met de nationale laag, maar het is ook gewoon een stad waar mensen wonen in wijken. En die hebben te maken met andere bestuurders.
En daar is wel degelijk in iets andere samenstelling, gelukkig inderdaad. Het is ook, Den Haag is ook een stad met een grote tegenstelling, altijd zo geweest. Dus ook zeg, als je het R-woord gebruikt. Maar zeker, als je kijkt naar de historie van Den Haag, hebben we natuurlijk een stad, we noemen dat de stad van zand en veen. Hè? Dus op het zand woont de elite en op het veen, dus noem een Schilderswijk bijvoorbeeld. Daar, dat, dus die bodemsoort is, wordt gebruikt voor sociale stratificatie. Nou, dat heb ik in andere Nederlandse steden nooit gezien dat dat een begrip is. Dus dat zegt wel iets dat we hier te maken hebben met een stad waar een duidelijke segregatie altijd is geweest. Heeft natuurlijk ook te maken met de bestuursfunctie al eeuwen van deze stad. Dus er kwamen veel mensen van buiten, ook van buiten Nederland, om hier hun ding te doen. Dus je hebt, wij merken als stadsmuseum, even, trek het even naar me toe, sowieso dat in de genen van die stad zit heel duidelijk een tegenstelling. En die gaat dus over meer dan alleen maar uiterlijk. Maar die gaat wel degelijk, die is er. En dat is een maar kan je dat nog iets meer element. Specificeren, wat die tegenstellingen zijn? Nou, ik als niet-Hagenees, ik voel me nu al een beetje een Hagenaar na 10 jaar, maar zeg ook wel eens, dan kun je ook objectief naar die stad kijken. Maar ik merk wel dat deze stad als derde stad van Nederland met ruim 500.000 inwoners toch wel duidelijk anders in elkaar zit dan Amsterdam of Rotterdam. En dat dat ook voor een deel door die historie te verklaren is. Maar dat ondertussen een stad is met enorme diversiteit. Ook echt een superdiverse stad. Mm-hmm. Ik geloof dat officieel de meerderheid is nu zeg maar de minderheid. Ja. Maar dat is Rotterdam en Amsterdam natuurlijk ook. Ook zo, ja. Maar hier dus ook. Maar hier heeft dat werkt dat anders uit. Dus je ziet wel dat, en dat is denk ik wel ook de uitdaging van deze stad. Mm-hmm. En dus ook voor ons. Wij praten met veel mensen in de stad, met groepen. He, ook vanuit juist die diversiteitsvraagstukken. Omdat ik net aangaf, wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht. Je wil je verhouden tot. Ja. En er is dus wel degelijk veel gaande. Er is veel ook wel debat als het gaat om van wat zijn dan die identiteiten. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel veel minder gepolitiseerd is dan in, zeker in Amsterdam. En ik denk ook wel dan in Rotterdam. En ik denk dat daar wel wat nog zou kunnen gebeuren. Maar wat, wat heeft Den Haag dan nodig? Nou, ik ja, denk, precies. Laten we ook eens het publiek erbij betrekken. Ja, okay. Wat heeft Den Haag nodig dan? Nou, dat hoor ik graag. Nou, ik zag daar meneer en daarna komt... Ja, meneer. U. Ja, nou, volgens mij is het belangrijk. En net ging de discussie over de context van de tentoonstelling. Dus wat mij opviel, ik heb niet de hele tentoonstelling gezien en al helemaal niet het boek gelezen, nog. Ik heb het boek nog niet. Is dat te koop trouwens vanavond? Dat is te koop vandaag, ja. Oké. Wat mij heel erg opviel, is de tegenstrijdigheden die je ziet. Dus we hadden net even die discussie over die veronderstelde gelijkwaardigheid, die dan vooral materieel was. Dus je ziet aan de ene kant zie je onderdrukking, racisme. En aan de andere kant zie je ook een vorm van gelijkwaardigheid. Die tegenstrijdigheden, om die bloot te leggen, is volgens mij belangrijk. En als je nu naar het debat in Nederland kijkt, ja, zie je volgens mij een enorme tegenstrijdigheid tussen, als het om de politiek gaat, het debat landelijk en de debatten die lokaal gevoerd worden. Precies. Landelijk wordt heel erg de kaart van het Nederlanderschap getrokken. Mm-hmm. Dus echt puur een offensief van cultureel burgerschap, mm-hmm, op het Nederlanderschap. En hoe werkt dus het dan in Den Haag uit? Want daar wil ik ook even naartoe. Ik kom niet uit Den Haag. Maar ik zie wel overal lokaal dat er hele andere discussies plaatsvinden. Dat klopt. En dat het helemaal niet zo over het Nederlanderschap gaat. En dat bedoel ik te zeggen. Dus het is denk ik goed ook om in zoals de discussie loopt in Nederland, om ook de tegenstrijdigheden en de verschillen te zien. Ook de discussie is divers, laten we dat ook niet vergeten. Heel goed punt. En daarom was ik op zoek naar die Haagse discussie. Heeft iemand daar iets over te zeggen? Wat heeft Den Haag nodig? Meneer wil graag een toevoeging doen. Den Haag, ik woon hier, ik ben van Surinaams afkomst, maar woon te lang hier in Nederland. Abgeven. Wat je ziet, er is een ontzettende rivaliteit binnen de zwarte gemeenschap. En dat is onze nekslag. Dus er is te veel verdeeldheid. Er is een gesprek onderling. Weet je, en ik denk dat het heel belangrijk is, als we tenminste gebruik maken van ons slavernijverleden, immigratieverleden, wat nu tenminste een vorm van racisme is, islamofobie, dat voert hoogtij.
en zwarte onderling. En die worden gebruikt en misbruikt worden gebruikt als een speelbal. Ze en heeft u het dan waar... over de Haagse situatie? Ik denk Haagse, ik denk gewoon landelijk zou het ook zo zijn. Maar ik merk het gewoon in Den Haag. Heel erg. Waar heb je, want die ene zwarte voelt zich beter dan die andere. Dus er moet meer gesprek vinden, gewoon wat bindt ons. En hoe kunnen we samen toch de actie voeren of helder. Wat dan ook. En ja, dat is, dus is meer... in Den Haag niet het geval. Aha, binnen de Surinaamse gemeenschap zelfs al. Oké. Dus ik zie Kiram met haar vinger omhoog. Stel je ook even voor, Kiram, voor diegenen die jou niet kennen. Goedenavond, ja. Ik ben Kiram Soekel, ik werk hier in het museum. Ik hou me bezig met diversiteit en migratie. Jij vroeg over het debat in Den Haag. Ik werk veel samen met, zoals je dat noemt, source communities. Oftewel groepen die zich bezighouden met het erfgoed van de achterban voor ons museum. Zodat we samen kunnen werken aan het zichtbaar maken van het... ons erfgoed. En je had het over het debat. Het debat in Den Haag, dat wat ik eigenlijk zie, is het begint gevoerd te worden. Dus waar het in Amsterdam al heel lang gevoerd wordt. Ik vind in Rotterdam dat het eigenlijk soort van een reality is. Dus dat het veel minder gevoerd wordt ook, omdat het gewoon zo is of zo. Ja, maar zoals waren... kind van een migrant heb ik natuurlijk familie in Rotterdam en Amsterdam. Dus ik kom op die plekken. En in Amsterdam wordt het echt veel gevoerd. En hier is het eigenlijk vorig jaar begonnen met een debat in het Nationaal Theater over racisme. Okay. En dat was race kwam daarna. Dus eerst had je het Nationaal Theater heeft een reeks debatten. Puntje is hot. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld verkiezingen of de Tweede Kamer is hot. Genderneutraliteit is hot. Racisme is hot. Dus vorig jaar is er toen een groot debat gevoerd. En daarna kwam inderdaad die voorstelling Race, die daar is geprogrammeerd en gemaakt. Dus het debat hier, wat ik eigenlijk wil zeggen, is... ik merk, en ik kom uit Den Haag, dat het hier nu gevoerd begint te worden. En dat heeft heel veel oorzaken. Noem eens een paar. Nou ja, dat heeft. Ja, ik kan dit niet per se bewijzen hoor, maar dit is mijn gut feeling, wat ik denk. Is Den Haag hier wonen inderdaad meer dan de. Ik geloof iets van 70% van de stad heeft een dubbele achtergrond. Mm-hmm. Maar er wonen hier heel veel mensen met een Indische achtergrond, heel veel mensen met een Hindoestaanse achtergrond. En die zijn stil. Mm-hmm. Ik kan het niet anders zeggen, maar die zijn gewoon. Stiller en minder op de voorgrond treden de mensen. Of stiller op dit onderwerp, hè? Want ik zou... Tong Fair is natuurlijk een heel groot festival... waar de Indische identiteit enorm wordt uitgemeten. Ja. Maar misschien heb je gelijk, stiller op dit onderwerp, inderdaad. Ja. En dat is een... Want iedereen weet dat Den Haag, dat daar de Indo's wonen, bij wijze van spreken. Hè? Ja, precies. In die zin zijn ze niet stil. Nou, wij werken toevallig samen met een kunstcollectief... waarmee we verhalen verzamelen van stadsgenoten. Dus eigenlijk van iedereen. En we gaan ook echt in alle uithoeken en haarvaten van de stad... om oral history eigenlijk... in kaart te brengen. Dat kunstcollectief heet dus Het Indisch Zwijgen. Ja, niet om niets. Omdat mensen gewoon niet praten over bepaalde onderwerpen. En dat is eigenlijk, dat is dus mijn idee van waarom het hier op dit moment nog minder gevoerd wordt. Ik wil niet zeggen dat ik wel denk dat het echt gaat veranderen. Ook hier in de stad. Dus dat spreekt ook heel erg, wat jij eigenlijk benoemt, is het gaat ook heel erg om de gemeenschappen of de type mensen die wonen in een stad en die een gesprek entameren of juist niet. Dus daar heeft het waarschijnlijk blijkbaar ook mee te maken. Ja, reacties? Antoine? U wilt weer reageren. Dat mag, ja hoor. Kort. Ja. Historisch museum. Zeg maar, ruim 10 jaar geleden heb ik onder andere met te samen ook het Haagse Historisch Museum. Bulgarije is gerenoveerde organisatie, ik weet niet wat het zegt, bourgeois-organisatie. De stroom, die subsidieverstrek of kunstenaar, heb ik voorgesteld, dat ook aan de politiek, dat is ruim 10 jaar geleden, om gezamenlijk met alle bevolkingsgroepen, alle opvattingen of ideeën, ook van de religie, om samen te werken.
Ik heb Haagse museum gewoon een paar keer benaderd. Ik weet of het mevrouw Sophie was, of weet ik veel. Algemene brieven geschreven, toevallig heb ze nog steeds. En ik heb in het begin weinig medewerking. Vooral kunstenaars die zijn, die doen graag aan zelfverering. Of de, misschien is het typische cultuur in Den Haag. Want in Den Haag zijn bepaalde groepen gewoon, die zijn gezagstrouw. En dat weet de bourgeois, de hoogste klasse weet dat. En mensen worden inderdaad. Dus Den Haag moet inderdaad wakker worden. Het is weliswaar zo, wat ik nu merk, de laatste jaren, ik denk dat het vorig jaar, heb je hier en daar, op grond van de actie, mede de actie van de zwarte jongens in de Schilderswijk, weet je, is het gesprek gaande nu pas. Ja. Ja. Maar in welke mate, dat weet ik niet. Ja. Maar het is goed, ik ben blij om hier te mogen. Ik ben een paar jaren eruit geweest, gewoon wie je ziet of wat dan ook. Want het stemt me goed, dat geeft me hoop, dat er op zijn minst dat ik hier in de zaal een enorme mate van diversiteit zie. En dat ze gewoon over zo'n item proberen te praten. Maar dat was er voorheen in Den Haag niet. Ik heb de politiek benaderd. Ja, volgens mij is het punt helder. Prachtig, okay. Dank u wel. Ik wil heel even naar Ricardo Burgzorg, die achterin zit, die ook actief is. Wil je even daarin lopen? Die zat ook met zijn vinger omhoog. Ja, mijn naam is Ricardo Burgzorg. Ik ben op het ogenblik kwartiermaker voor een migratiemuseum hier in Den Haag. Even antwoordend op de vraag die net werd gesteld. Ik denk dat wat heel sterk hier in Den Haag is, is dat de politiek geld heeft ingezet om iedereen rustig te houden. Dus het hokje Marokkaan, het hokje Turk, het hokje Surinaams en enzovoorts enzovoorts. En wat we hier in Den Haag heel erg missen is dat we hebben geen intellectuele elite. Omdat we geen universiteit hebben. Ja. Nou ja, en, we hebben ook geen culturele elite. Omdat iedereen trekt weg omdat er eigenlijk bijna nooit wat te zoeken was hier in Den Haag. Ja, ja, ja. Nou, vind ik op zich een interessante analyse. Want ja, laten we wel wezen, Amsterdam heeft daar toch inderdaad wat meer van. Maar, en we moeten, we beginnen net een beetje op stoom te komen hier, maar we moeten ook alweer, we zijn natuurlijk 10 minuten later gekomen, laten we inderdaad nog even zo 7 minuten. Wat, ja, dit horende, en u wilt ook reageren, misschien toch ook even naar die meneer en die, meneer, die mevrouw, eerst die meneer. Die met zijn hand was had. Ja, die meneer. Ik ben Roelof Lenten. En ik heb heel veel te maken gehad met Haagse kunstenaars. Maar wat ik heel, nu op wil merken in aanleiding van dit debat, dat ik vind dat de Haag zou in het bestuur, dus de Haagse gemeenschap, zou veel meer zwarte mensen in dienst moeten hebben. Dus het kabinet zit geen ene zwarte. Ja, instituties wit, politiek is wit, hè? Dat is eigenlijk wat u zegt. Wit, ja, helder wit is, punt. Het is een witte aangelegenheid. Ja. En aangezien de witte bijna niet in kunnen denken hoe de zwarte denken, zou dat wel moeten nodig zijn. Ja, representatie is dus een punt. En mevrouw daar had ook haar hand omhoog, daar, naast je. Ja. Mijn naam is Magdalena Kroes. Ik wil vragen wat u bedoelt met er is geen culturele elite in Den Haag. Want u kijkt daar ook heel streng bij. Het was natuurlijk gechargeerd bedoeld, zullen we dan maar zeggen. Pardon? Dat ben ik niet met u eens. Ik ben voorzitter van Dutch Caribbean Book Club. En wij zijn al ruim 5 jaar bezig met het organiseren van culturele activiteiten. Lezingen. Boekpresentaties, boekbesprekingen. Dus ik zou zeker niet zeggen dat er geen culturele elite is in Den Haag. En ik ben een van de weinigen, dus er zijn nog meer in Den Haag die cultureel actief zijn. Graag. Heel goed. Nou, heel goed. Ja, kijk, en nu komen de handen. Kom. Daar 2 dames... Toch? Of heer, sorry, heer en dame. Ja? Ja.
Ja, ik ben Remco Zorio Lobato. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Ik denk dat een van de grote problemen, en ik zie het hier eigenlijk ook al een beetje, is dat de segregatie is niet alleen veen en zand, maar dat is dat elke sociale... Leg dat nog heel even uit voor de niet-Hagenaars. Hoe zit dat ook alweer met dat veen en het zand? Nou ja, Precies. Ja. Maar... Coat & Bee kon het ook zo goed uitleggen. Ja, ga verder. Ik kom zelf van een diverse achtergrond en ik hou van om te manoeuvreren tussen verschillende groepen. En in Den Haag is dat best lastig. Omdat niet iedereen heeft... Het is niet alleen zo dat iedereen zijn eigen café heeft, maar ook zijn eigen buurt, zijn eigen sociale club. Zijn eigen, binnen de culturele wereld ook. Als je binnen een bepaalde kunstenaarsgroep of een bepaalde intellectuele groep zit, dan is dat je kleine wereldje en er wordt niet gepraat. En als er niet ontmoet wordt, er zijn geen ontmoetingsplekken, dan wordt er ook niet gepraat en dan ontstaan er ook geen discussies. Mm-hmm. Ook een hele interessante analyse. Ik zag daar nog een hand bij Falika. Ja? Goedenavond, ik ben Falika Smulders. Ook het klopt deels hè, bij deze. Je hebt wat advies gegeven. Ja, ik heb inderdaad meegekeken naar de teksten. Het klopt inderdaad dat in Amsterdam de discussie over hoe om te gaan met het slavernijverleden heel erg aangezwengeld is. Maar ik denk dat het ook wel een kwestie is van aantallen. Want de groep Afro-Surinaamse mensen en Afro-Caribische mensen in Amsterdam is natuurlijk vele malen groter. Maar ik denk wel, we zouden nou eigenlijk verder moeten op de vleugels die Amsterdam ons gegeven heeft. Daar is het begonnen, daar is de Kitty Kottie-viering begonnen, het Nationaal Monument is daar begonnen. Maar zo langzamerhand zouden we dus moeten gaan inzien dat het hele land aangaat. En wat ik nou zo sterk vind aan de manier waarop in Suriname teruggekeken wordt naar het verleden, is dat het daar niet draait om etniciteit. Suriname staat stil bij de beëindiging en bij de periode van slavernij, omdat het land gevormd heeft. Het is de basis van de samenleving, dus je kijkt er met z'n allen op terug. Hier in Den Haag hebben we een stuk minder Afro-Caribische mensen en minder Afro-Surinaamse mensen. Maar we zouden terug moeten kijken op het slavernijverleden, omdat het ons allemaal aangaat. En wat ik nou zo'n bijzonder stuk vind van deze tentoonstelling, is dit stuk waar we nou naast zitten, waar je ziet dat die nazaten van Cupido, dat zijn helemaal niet de Afro-Surinamers, dat zijn de witte Nederlanders. En ik zou het nou zo mooi vinden als dit stuk van de tentoonstelling, en dan kijk ik Marco aan, als dit in de vaste opstelling zou kunnen komen te staan, zodat hier in Den Haag ook het besef doordringt dat het er helemaal niet om gaat om hoe groot die groep Afro-Caribische mensen hier is, maar dat we er als gehele samenleving bij stil moeten staan. Vind ik een uitstekend advies. Daar mag ik zeker op reageren. Ja. Nee, nou, ik even los van vaste opstelling, dat is heel goed bespreekbaar. Maar ik denk wel dat je een goed punt hebt. Want dat vond ik zelf, je vroeg wat vond je bijzonder, dit vond ik ook een. Even los van de vorm, hè, want dit is natuurlijk gewoon een behangetje met een paar foto's. Maar inderdaad, wat je ziet is dat wat sporen van migratie dus zijn en hoe letterlijk mensen van kleur verschieten. Ik vind dat het heel mooi praat tegen die schutterstukken. Nou ja, namelijk. Dat vonden wij ook. Dat hij natuurlijk ook, want er hing namelijk ook een schutterstuk. Hier is een gesprek hangt nu in aan depot, de gang. Die we niet horen, maar die er wel is. Ja, helemaal mee eens. Nee, en ik denk ook dat dat wel iets is wat in Den Haag... Ik wil even niet niks tekort doen aan Amsterdam, maar... Den Haag is natuurlijk een bestuurstad. Dat is altijd heel internationaal geweest. Dus precies. Je ziet dat het is dan wel elite... met eventueel hun bedienden. Het is een ander soort elite, zou maar, kunnen zeggen. Ja, nee, maar ik bedoel, uit onderzoek is ook al gebleken dat de eerste moslims in Den Haag, daar zit je aan het eind van de middeleeuwen. En dan zijn hier al precies. Moslims. Maar die komen hier dan wel, omdat ze zaken doen met de graaf van Holland. En ik weet niet of dat in Amsterdam ook al zo was in de 15e eeuw. Dus als je dus vanuit stadshistorie gaat kijken naar diversiteit in deze stad en die sporen, dan is hier wel degelijk, en zijn hier hele interessante verhalen te vertellen. En in die zin wijs ik ook even op dat doekje wat daar hangt. Dat onderzoek van wat gedaan is door een voormalige medewerker van het gemeentearchief, die ging kijken van hoeveel mensen kunnen we nou vinden met sporen dus heel ver in het verleden of tot in de recentere eeuwen van mensen met een andere herkomst. Ja. En dat zijn er dus ook veel meer dan je denkt. Dus daar ligt nog heel veel om te zoeken als het gaat om die diverse genen in de stad die best ver teruggaan. En als je gaat zoeken naar die sporen van diversiteit, dan zijn die moeilijk te vinden. En ik vind dat
daar ligt een rol, denk ik, ook voor erfgoedinstellingen. Om die verhalen die je dus niet kunt vertellen met je spullen die je hebt doorgekregen door de eeuwen heen. Dus dat wat we aan elkaar doorgeven, wat we dus hebben vonden als heel belangrijk. Ja. Dan ontbreken dus heel veel dingen die voor het verhaal wel belangrijk zijn. Dus die moeten we zichtbaar gaan maken. Want tot slot hebben we dan inderdaad bijvoorbeeld een slavernijmuseum nodig? Hebben we bijvoorbeeld een migratiemuseum nodig? Ik weet dat er... noem je dat al even, Ricardo Burgzorg, dat je daarmee bezig was? Ja, dat noemde je al even. Hè? Gaat zoiets nou helpen? Ja, vind ik best een moeilijke discussie, eerlijk gezegd. Vooral omdat wij heel erg zijn van inclusiviteit hier in het Stadsmuseum. Ja, dus ik zeg niet dat het niet zou moeten. Maar ik geloof wel dat als je wil verbinden, dan moet je ook kijken naar de dingen die ook echt verbinden. En moet je misschien ook wel een verbindende context maken. Mm-hmm. Hè, om dat gedeelde verleden... Dus ik zeg ook niet dat je het niet apart moet vertellen. Maar ik zou er zelf voor zijn, en het is niet omdat ik hier toevallig mag werken, om juist ook naar die lijnen ertussen te kijken. En, maar laat onverlet... Maar het sluit elkaar toch? Absoluut niet uit, kan elkaar versterken. Ik heb versterken. Net heel veel gehoord over het gebrek aan representatie. Ja, nee, maar dat klopt. Toch? Dat zal ik ook absoluut niet ontkennen. Ja. En dan is de wat jij vraagt, is de vormvraag. Hè? Van wat is dan het beste vorm? En ik vind dat een hele interessante discussie. Alleen, een ander punt vind ik ook wel dat een museum is ook problematisch. Dat merken wij regelmatig. Een museum is hoogdrempelig, is een instituut, is waar veel mensen van zeggen, ja, dat is niet voor mij. En dus voor mij is een museum heel rekkelijk begrip. Dat kan ook iets zijn, een activiteit buiten. Of een programmering, ja precies. Of gewoon iets in een ander medium of een ander format. Mm-hmm. Maar wij denken graag in termen van musea, maar dat is... en ik weet dus niet... of je bij dit soort onderwerpen dan automatisch ook weer naar dat museumformat moet. Laat onverlet dat dat dus ook een pop-up programmering kan zijn, juist midden in de stad. Ik, volgens mij is er nog veel dialoog nodig in Den Haag, hè? Dat heb ik zo het idee. En Gloria, daar wil je op aanraken. Kira vertelde tijdens de rondleiding dat dit nou bij uitstek een expositie is waar veel mensen komen die jullie anders nooit zien, hè? Dus dat het wel degelijk te maken heeft met hoe je mensen aanspreekt. Dus ik kan me allerlei onderwerpen voorstellen, maar waarbij je wel mensen over een drempel heen helpt, gewoon doordat het onderwerp hun aanspreekt. Dus volgens mij is het ook heel erg belangrijk te kijken naar welke onderwerpen gaan we programmeren, zodat we een zo inclusief mogelijk publiek hier binnen krijgen. En dat geldt natuurlijk voor alle musea. Ik ben ook geïnteresseerd in hoe deze discussie begon over het verschil tussen wat er in verschillende locaties plaatsvindt. Precies. Vindt verschillende steden en wat hier centraal de nationale politiek doet. Hè? En het soort discussies wat van hieruit gepusht wordt, die zo absoluut haak staan af en toe op wat er lokaal gebeurt en aan de hand is. Waarbij ik vanuit Amsterdam sprekend echt het gevoel heb dat er onder de jongere generatie echt heel actief naar elkaar gezocht wordt. Mensen van verschillende etnische achtergronden. Om samen hun burgerschap op te eisen. Hè? Dus het gaat niet zozeer over, hebben we allemaal dezelfde nationaliteit of hebben we een Nederlands paspoort. Hoe geven we invulling aan ons burgerschap? Ik vind dat een heel groot een verworvenheid. Dat onder jongeren het geval is. En ik sta met verbazing naar die kloof tussen wat er gaande is lokaal, bijvoorbeeld in Amsterdam, en wat er op nationaal niveau gebeurt. Daar moeten we echt wat aan doen, hè? Ja, vind ik ook. Mag ik nog iets zeggen daarop? In aansluiting dan op wat de heren en dames hierachter dan bedenken, wat er moet gebeuren in het regeerakkoord, hè, dat nu is opgenomen van nou geen slavernijmuseum, maar ieder kind moet naar de nachtwacht. En het Wilhelmus. We hebben daar binnen de museumwereld al met elkaar over gediscussieerd. En dan willen we niet onze collega's uit het Rijksmuseum natuurlijk in de hoek praten. Los van dat die al aardig genoeg bezoekers hebben. Maar er is eigenlijk wel algemeen we zijn zoiets niet van... verder. Nou, nee, er wordt wel algemeen gezegd. Sommigen zeggen, ja, dit is een kans. Hè? De regering benoemt wat, dus daar kan je dan verder op programmeren. Maar er zijn er wel degelijk heel veel die zeggen, ja,
Maar we moeten het nou juist dus wel over een ander narratief hebben. En je kan wel zeggen, die nachtwacht is belangrijk. Dat klopt ook, als artistieke uiting. Maar als historisch document vertelt het veel over de burgertrots en de stedelijke macht in Amsterdam. En je zit wel heel erg in een, nou ja, we doen het hier ook, in een bepaald aspect. Dus wil je recht doen aan die vorming van het burgerschap, dan zul je toch meer moeten doen. En je ziet dus wel nu allerlei initiatieven komen, ook vanuit erfgoedinstellingen, om daarbij aan te haken. En dus in die zin leidt het wel tot nieuwe discussie. Maar ik wil toch even zeggen dat de nationale politiek daarin dan toch in de besluitvorming uiteindelijk niet met de beste ideeën komt, vind ik. Ja. En dat vinden veel mensen uit het culturele veld. Kijk, we gaan met belangstelling blijven volgen wat dit museum specifiek gaat doen. Je wilt iets zeggen, maar dat gaan we niet doen, want we moeten afsluiten. Je wou nog iets vragen. Ja, snel dan. Nou, ik wilde eigenlijk alleen vragen aan Anton de Hul of het NINC ook wat vaker richting Den Haag kan komen. Ja. Hele goede vraag. Als jij hem niet had want gesteld... Want we worstelen hier met educatie en met wandelingen. En we proberen veel dingen van de grond te krijgen. Jullie hebben gewoon... We hebben het. Mooi. Ja, we hebben mooie dingen. Nou ja, maar het zou leuk zijn om wat hulp te krijgen. Ik had het net, hadden we het erover, dat we samen iets gaan doen. En ik hou je bij deze daaraan. Maar in ieder geval, wij zijn dus bezig in verschillende steden in het land herdenkingscomité's aan het oprichten. En we zouden ook graag een herdenkingscomité in Den Haag op willen richten. En zo'n herdenkingscomité gaat dan in de maand juni, tijdens de Kitty Kottie maand, allerlei activiteiten organiseren. En ik weet zeker dat er al van alles en nog wat georganiseerd wordt. Maar als we samen gaan werken en dat op een grotere schaal kunnen doen... dan zou ik dat heel graag met een aantal organisaties hier in Den Haag graag willen neerzetten. Als laatste wil ik opmerken dat het NINC gaat komende 2 jaar ook 2 onderzoeken doen. Het eerste onderzoek gaat over wat voor debat vond er plaats in het parlement ten tijde van de afschaffing van de slavernij. Dus in die 15 jaar, 10 jaar voor 1863. Dat is één onderzoek. Een ander onderzoek heet emotienetwerken rond slavernijverleden. En daar willen we met name samen gaan werken met bijvoorbeeld stadsmusea om debatten te gaan organiseren rond het slavernijverleden. Mensen in beweging proberen te brengen. Informatie die ze hebben van hun voorouders of van een opa of een overgrootvader van zowel de witte als de zwarte kant. Iets wat betrekking heeft op het koloniale verleden. Dat mee te nemen naar het museum. En dat we dan met z'n allen daarover in debat gaan. Dus het NINC is in beweging wat dat betreft. En graag komen we ook naar Den Haag om hier samen te werken met lokale organisaties. Dus ik hoop dat je vraag beantwoordt. Volgens mij is de agenda gezet. En het is 9:15 geweest. Dat betekent dat ik u wil uitnodigen om een drankje met ons te gaan drinken. Maar niet voordat we onze prachtige 3 panelleden hebben. Bedankt. Antoine Deel, Gloria Wekker, Marco van Baal.